Doe 400 gram biologische kipfiletblokjes of reepjes in een kom. Voeg toe 3 eetlepels wokolie. En 2 theelepels ras el hanout, Arabische kruidenmix. Een halve theelepel paprika poeder. Een halve theelepel zwarte peper. Mineraal zout naar smaak. Een halve theelepel chilipoeder. Zet de kip 1 uur in de koelkast. Doe 250 ml magere yoghurt in een schaal. Voeg toe 5 takjes platte peterselie. Een grote teen knoflook. Een theelepel dille. Waarom trouwde Mohammed met een Joodse vrouw? Een theelepel kruidenzout. Twee eetlepels olijfolie. Hey! Toon is jouw gezicht!
Set the sauce in the cold cast. Put a 2-8 lepers wok olie in a pan with anti-baklag. Bak de kip gaar en licht bruin. Je stopt man, we zijn op Facebook. Wanneer de kip gaar is, bak één gesnipperde ei een halve minuut. Voeg 12 cherry tomaatjes in 4 stukken gesneden. En 1 paprika in 0,5 cm blokjes. Mix alles, bak 1 minuut. Mix 1 appel, 1 cm blokjes. Bak 0,5 minuut. Haal de pan van het vuur. Abdul, uit Istanbul. Hoe heeten die broodjes ook alweer? Inderdaad, durum. Smeer de durum broodjes op harde witte puntjes met de saus. Verdeel de kip, appel, paprika over de broodjes. Een gusto tomaat zonder pitjes. Komkommer. IJsbergsla. Waarom loopt een moslim met een dvd-speler in zijn hand? Boy, zij zijn gehoord hier van de seconde lijn. Je hebt me zwanger gemaakt, ekel.